De regering en financiële instanties zijn het met elkaar eens dat maatregelen voor het beheersen van de koers noodzakelijk zijn. Tot deze overeenstemming zijn partijen gisteren gekomen tijdens een meeting op het kabinet van de president. President Chandrika Prasad Santokhi heeft zich samen met verschillende actoren gebogen over oplossingen voor de zorgwekkende koersstijgingen. Er zijn daarbij voorstellen gepresenteerd die een bijdrage zullen leveren bij het beheersen van de koers. Partijen zijn het met elkaar eens dat de retentiemaatregel effectief is. De ex-militairen zijn we niet vergeten. Integendeel, ze blijven een prioriteit, zegt minister Krishna Mathura van Defensie. De bewindsvrouw keurt het met klem af dat een groep ex-militairen afgelopen donderdag plots ertoe is overgegaan de Quattaweg te barricaderen, terwijl er geen gesprek met haar in de afgelopen periode is aangevraagd. Mathura zegt dat het ministerie van Defensie van oordeel is dat problemen in goed overleg opgelost kunnen worden.